Guys, ik begin nu pas mijn vlog voor vandaag. We hebben ons klaargemaakt. We hebben vanochtend voor de eerste keer in Dubai uitgeslapen. En we zijn eindelijk een beetje uitgerust. En daarna hebben we gewoon rustig aan het zwembad gelegen. We hebben ontbeten bij Zaatar Oezee, een soort restaurant. Echt heel lekker, want ze hebben daar dus van die een soort van broodjes met zaten erop. Ik laat jullie even een shot zien hoe het eruit ziet. We hebben ons gewoon eigenlijk een beetje rustig aangedaan. We hebben ons net klaargemaakt, even gedoucht. Ik heb een jurkje aan van de Zara uit Dubai. Ze hebben echt een heel andere collectie dan in Nederland. En ik vond het jurkje echt zo mooi. Mensen zeggen dat ik op aubergine lijk. Ik vind hem gewoon echt heel erg cute, guys. Ik heb echt nog nooit zulk slecht licht gehad als in deze hotel. Oh, aubergine. We gaan nu even naar Jumeirah Beach. Daar kan je gewoon lekker wandelen. En dan gaan we even een eetentje zoeken. We zijn waarschijnlijk van plan weer bij de Cheesecake Factory te eten. Want daar hadden ze echt heel lekkere salades. En ik weet dat je daar eentje hebt. Want de eerste keer we naar Dubai gingen, hebben we daar ook overnacht. En ja, we willen gewoon even lekker wandelen en eten. Dat is een beetje de planning. Ik wil eerlijk zeggen, ik heb echt heel slecht gevlogd in Dubai. Maar we zijn hier eigenlijk ook echt voor ons rust. We wilden eigenlijk alleen maar chillen op vakantie. Dus dat hebben we eigenlijk een beetje gedaan. We hebben hier ook nog maar 2 dagen. Dus waarschijnlijk moeten we vannacht alweer een coronatest doen voor de terugweg. Dus die zijn we ook even aan het inplannen nu. En dan is onze vakantie eigenlijk weer zo goed als voorbij. Echt snel gegaan weer. Dus inmiddels een blaar op mijn voet. Dus ik heb even een pleister op gedaan. Ik ga even met deze slippers erheen. Maar ik heb mijn hakken ook mee. Want ik wil heel graag straks foto's maken. En met deze slippers slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Zo ja? Zijn ze over een minuut al? Zo. Nou, wacht maar. Waar wij dus gewoon naar beneden lopen. Gewoon met de lift letterlijk naar beneden lopen. Naar de uitgang toe. Is de taxi al voor de deur. Kijk één keer hoe mooi het hotel trouwens is versierd. Hè, voor kerst en zo. Super mooi dit. We worden eigenlijk gewoon naar Cheesecake Factory toe daar. Maar ik denk dat we gewoon even een wandeling gaan doen. Om te kijken of de tentjes ze daar nog meer hebben. Of misschien vinden we daar wel gewoon wat anders. We hebben gisteren echt heel lekker gegeten bij de Irakees. Het zou zonde zijn. We moeten nog een keer bij Irakees. Ja, we willen er zelf op naar een andere. Wat jij wil. Nee, jij mag kiezen. Misschien wel leuk om een andere te proberen, toch? Ja. We zijn bij Jumeirah Beach en het is hier best wel druk, hè? Het is heel druk. Wij gingen even langs de Cheesecake Factory om te kijken hoe het eruit zag. En ja, we staan nu op een lijst, we moeten ongeveer een half uurtje wachten. Ik wist niet dat de Cheesecake Factory zo populair was. Ik ook niet. We hebben dit kraampje gevonden bij het strand. En ik ga eindelijk kastanje eten. Ik heb er echt zo lang zin in. Vind je wel lekker, hoor. Ja, echt. Een zakje is ongeveer 6 euro wat je hiervoor krijgt. Maar het ruikt zo lekker, niet normaal. Oeh, lekker man. Zo, hij is warm. Ja. Ga je hem in één keer opeten of om mijn vinger verbranden? Kom, vinger verbranden, Jelle. Wel lekker. Ja. Soms als je dit in Turkije bestelt in Istanbul, krijg je van die verrotten ertussen, toch? Van die heel vieze. Maar dit is helemaal lekker. Ik had er wel zout op gevuld. Toch? Ja. Nou, echt lekker vinden als er gewoon zout op zat. Daar doen we best wel zout op, ja. Het is nu een beetje, kastanje. Ja, je hebt gewoon echt alleen die kastanjes maken. Zo mooi, hè, die gebouw op achtergrond. Mooi, hoor. Echt normaal. We hebben net foto's geprobeerd te maken. En de lampjes. Ik hoop dat het gelukt is. Guys, we zitten nu boven bij de Cheesecake Factory. Aardig druk, maar ik moet je eerlijk zeggen, het ruikt hier altijd zo lekker. En ik heb vandaag weer een salade, want ik heb op het menu gekeken. Ik vind de salades hier toch het beste uitzien. En misschien omdat ik op die even wat dan ook. Maar ze zijn echt heerlijk. Wat heb je besteld? Ik heb kiptacos besteld. Oh. En asperges. Ja. Yeah. En sweet potato fries. Sweet potato fries. Ja. Die pittige saus. En ik heb? Jij hebt een Mexican salad. Ja. Salad. Een heerlijke Mexicaanse salade besteld. I can't wait! Ik dacht op mijn Instagram staan, ik moest het bestellen. Mijn salade is er. Kijk hoe lekker mijn salade eruit ziet. Dat is echt lekker uit. En dat was net een bestelling.
Zo ziet er goed uit hoor. Heel veel zin in. Wauw. En nu hebben we hier zitten aardappelfrietjes. Eet smakelijk, schat. Eet smakelijk, hebben jullie lekker vreden en heren. Wij zijn inmiddels in het ziekenhuis om een test te doen voor corona, maar wij vertrekken. We vertrekken over 2 dagen en de uitslag duurt ongeveer 24 uur, dus we zijn er net op tijd bij. Maar het is echt heel druk hier. Ik zie het niet, maar we moeten ongeveer 1 tot 2 uur wachten. Wij zijn in de street! In de dead street, er is niks hier. Wij moeten wachten tot we een COVID-test kunnen doen. Het kan tot 2 uur duren. Ja. Dus wij zijn op zoek naar iets levendigs hier. Maar er is niks. Er is niks. Ik zie daar wel. Het lijkt op een Movenpick. Is dat een hotel? Dat is een hotel. Nou, ja. Er is een Starbucks. Yes, yes. Die meen je niet. Yes. Ik hoop dat die open is. Jawel, 24 open. No. Ja, lachen. Ja, coffee time. Ja, lachen. Well, you are the best. Oh my god, dit is niet normaal wat we hier allemaal hebben. Ik wil eerst eens dit halen, maar hier in Dubai zetten ze de calorieën erbij. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar deze donut bevat 665 calorieën. Ik ga die never eten. Deze 624, let op. En deze wortelcake bevat 817 calorieën, jongens. Dat is gewoon een Big Mac. Wat wil je melden? Lijk ik op dit? Mensen zeggen dat ik hier op blijf vandaag. Nou. Dit is precies jij. Wie is dit? Nou. Dit is nog. Je hebt echt lol, hè? Je lijkt je op. Dan mijn jurk. Nou. Mijn jurk gewoon mooi hoor, jongens. Oh, hallo, jongens. Ik durf niet eens meer te zeggen hoe laat het is. Het is 3:15 in de nacht en we gaan nu pas naar het hotel. Leuk hè, vakantie. Wow, yeah. Dus deze vakantie is geweldig. We're just beautiful.